Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Wielerflits Live. De enige Nederlandse wielertalkshow. Natuurlijk live te zien via YouTube, Facebook en alle andere sociale media kanalen. Ja, het is een volle studio. Laat ik eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Daan van den Berg en ik neem vandaag het stokje over van Maxime, die helaas verhinderd was voor vandaag. En we hebben natuurlijk eerst even de vaste krachten. Jury, de quizmaster. En Nick, de man van de stelling. En we hebben vandaag een speciale gast. Ja, Brian Boelgak. Zo spreek ik het goed uit, toch? Zo spreek ik het goed uit, ja. Moet ik jou nou als ex-renner aankondigen? Ja, ik ben gestopt met fietsen. Dus ik doe het nog voor de fun, maar niet meer... Dus je bent nu echt een liefhebber? Een liefhebber, ja. Nou, daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Ja, we moeten eventjes naar Nick natuurlijk. De stelling van de week. Ja, stelling van deze week luidt... De terugkeer van schijfremmen anno juni is een goede zet van de UCI. Schijnt uitgelekt te zijn dat de schijfremmen die verboden waren voor een paar weken terug... dat die weer terug gaan komen. Straks gaan we het er verder over hebben. Maar ja, is het een goede zet om ze eventueel terug te laten keren? Reageren kan op Twitter... Hashtag WF Live. Op de website staat een poll. Kan op gestemd worden. Tussenstand momenteel is heel verdeeld. 51% is het ermee oneens. En de overige 49% zijn het ermee eens. Laat je stem nog horen. Aan het eind gaan we kijken of hier nog een verandering is gekomen. Nou, ik ben benieuwd. Een hele best wel technische stelling. Technische stelling, dat zeker. Daar hebben de meeste mensen wel een mening over. Ja, we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over het afgelopen weekend. Want er is ontzettend veel gekoers. Niet echt de mega monumentale klassiekers. Maar gewoon een aantal rittenkoersen die zijn afgelopen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het natuurlijk ook met Brian hebben over zijn carrière. Waar hij nu dus van zegt dat het voorbij is. Eens kijken of dat echt zo is. En we gaan het natuurlijk even hebben over de Giro, die aankomende vrijdag start in Apeldoorn. Dus een bomvolle show in ieder geval. Laten we het hopen. Ja, we gaan het... laten we meteen maar goed beginnen. Afgelopen weekend zijn toch een aantal grote wedstrijden geweest. Laten we met de grootste beginnen. De Ronde van Romandie, gewonnen door Nairo Quintana. Ja, je zei het net al, toen we dit beeld hadden. Brian, weet jij hoe oud hij is? Ik zal niet zijn exacte leeftijd durven zeggen. Je zou denken dat hij vrij jong is, omdat hij vrij jongig, tenminste vrij niet heel groot is van lengte. Maar ik zal het niet durven zeggen, de leeftijd van hem. Jury? Nou, als ik hem zo af en toe zie, denk ik 38. Maar hij is volgens mij 25 of 26. 25 zal hij zijn, want hij denkt niet meer mee naar het jongere klassement. Dat deed hij vorig jaar nog wel. Maar niet een zeer verrassende eindwinnaar natuurlijk. Maar, Nee, maar toch, we hadden toch wel meer verwacht van een Froome, denk ik. Want het was toch een beetje Quintana, Froome en Zakarin. Dat was toch de strijd. En dat is het niet echt geworden. Al heeft Froome natuurlijk wel een mooie etappe-overwinning. Heb jij het gevolgd, Brian? Ik heb enkele ritten. De tijdrit heb ik wel gevolgd. De rit dat Froome won ook. En de laatste rit waar Albasini met de kopgroep was met Kelderman, heb ik wel gevolgd. Maar voor de rest... Ik heb het niet alle dagen gevolgd, wel een paar dagen, ja. En wat ik persoonlijk heel leuk vond, was hoe Froome zich aanpaste aan het feit dat hij die ene dag een kwartier verloor. Ja. Want hij ging daarna gewoon twee keer in de aanval, iets wat je Froome totaal niet ziet doen. Nee. Ja, hij kreeg hem gewend. Hij kreeg een lekke band. Toen hield hij zijn been eigenlijk stil daarna. Hè? Ja. Hij deed nog even zijn best. Hij reed natuurlijk op een rot moment lek. Wisselde ook niet vrij snel, vond ik. Maar vervolgens duurde wel eigenlijk te lang dat hij terugkwam. En dat zag je op een gegeven moment ook dat hij gewoon niet ging terugkomen. En toen op een gegeven moment toen liet hij het lopen en verloor hij, vond ik, best nog heel veel tijd op relatief korte afstand tot de finish. En daarna is het inderdaad, was een beetje een junior CQ-belofte die er vroeg invloog. Ja. Ja, Nick zegt net al dat hij het mooi vond om te zien. Ook wel verrassend voor zo'n man. Zeker, dit is niet hoe je Froome verwacht. Die verwacht je een treintje, tempo rijden en nu gewoon aanvallen. En het loont wel, hij wint gewoon een etappe. En in die laatste etappe gaat hij dan ook mee. Ja. Dat was een hele sterke kopgroep waar Kelderman ook in zat dan. Ja. Toch ook een beetje teleurstellend, Kelderman. Die ene rit dat hij een kwartier verloor. Wat er aan de hand was, precies... We zullen het niet weten. We zullen het niet weten. Voordat we het over de Nederlanders gaan hebben. Ja,
Brian, je zit er nu toch. Kan je kort uitleggen, wat is Romandie voor wedstrijd? Want je hebt hem volgens mij vorig jaar nog gereden. Ik heb hem wel een paar keer gereden. Maar ja, het is een enorm lastige wedstrijd. Het is gewoon eigenlijk nooit een meter vlak. Nee. Het is altijd dat je denkt van... ik zou wel een keer een vlak stukje willen hebben. En het zijn allemaal jongens die uit de klassiekers komen, die met een supergoeie basis, of tenminste een goede vorm in die wedstrijd komen. Met supercompensatie. Ja, supercompensatie, die even rust hebben genomen, die daar nog eens een keer hun extra laatste uitlaatklep open kunnen doen. En heel veel jongens die natuurlijk voor de Giro hun benen nog willen testen over voor een tour. Of die allemaal voorbereiding allemaal willen laten zien wat ze kunnen. En het is gewoon een enorm lastige wedstrijd. Meestal... Je bent blij, denk ik, als er één goede massasprint komt. Dit jaar waren er een soort van twee, maar je ziet ook weer dat het enorm lastig terrein is en heel veel klimmen. Dus, en het weer is ook niet te voorspellen. Hè? De ene dag is het prachtig weer en de andere dag is het ontzettend slecht. Ja. Ja, Jury, de Nederlanders. We hebben toch wel een aantal, we kunnen toch wel drie man die we echt veel in beeld hebben gezien. Dumoulin, Mollema en Kelderman. Ja. En wie verraste jou het meest? Ja, eerlijk gezegd toch Tom. Reed natuurlijk twee goede tijdritten. Dat mogen we wel inmiddels van hem verwachten dat hij dat doet. Maar ook bergop heb ik me eigenlijk toch wel verrast dat hij zo lang wilde blijven aanklampen. In de voorbije Vuelta heeft hij natuurlijk laten zien dat het een enorm goede volger is. Heeft voor de Giro uitgesproken, maar daar komen we later nog wel op terug, dat hij niet echt een klassement ambieert. Toch had ik het idee dat hij hier wel zijn best wilde doen om een goed klassement te rijden. Dus in die zin was ik wel verbaasd dat Tom Dumoulin zo'n goede ronde van Romandie reed. Ja, en natuurlijk net tekort gekomen in beide tijdritten eigenlijk. In de proloog, dat had vooral met het weer te maken. In dat afdalingje lag al een beetje nat. De tijdrit die jij hebt gezien, Brian. Pinot. Ja, als je dat 2 jaar geleden had gezegd. Dat Pinot tijdritten ging winnen van Dumoulin. Toch wel een verrassing, of niet? Ja, ik denk dat een paar jaar geleden was hij denk ik blij met... 30ste plek op zo'n situatie, denk ik. Ja. Dan was hij een toptijdrit. Hij zijn klassement een beetje kon verdedigen. Ja. En dan moest hij het verschil maken op de klim. En nu maakt hij gewoon verschil in een tijdrit. Dus dat is wel enorm hoe snel hij zo goed is geworden in een tijdrit. Dat vond ik wel enorm mooi om te zien. Ja, ik had het niet zo verwacht. Kan je dat als renner zo makkelijk jezelf omscholen eigenlijk? Want hij had al een probleem met dalen. Nou, daar is hij ook een soort van genezen. Tijdrijden, kan hij ook opeens. Ja, is dat makkelijk, jezelf omscholen tot een andere, bijna andere discipline? Ja, ik vond van niet, maar hij blijkbaar vond het wel makkelijk. Bij hem gaat het wat makkelijker af. En ik had ook wel... zo willen klimmen als dat hij deed. Of hij doet. Hmm. Maar het is denk ik heel moeilijk om zo je om te scholen. Ik denk dat het alleen voor die supertalenten weg is gelegd. Denk ik, om zo snel zo makkelijk op te pakken, denk ik. En is het dan moeilijker om te leren klimmen of te leren tijdrijden? Ik denk dat ze allebei moeilijk zijn. Maar kijk eens hoe hard hij nu in één keer rijdt. Ja, goed, het was wel een vrij lastige tijdrit. Ik denk in dat geval, om zo met die jongens als Chris Froome en die jongens mee te klimmen. Ik denk dat klimmen, denk ik. Maar als Tony Martin zijn of met Tom Dumoulin mee tijdrace ook net zo was dat, denk ik. Wat wel typerend was, is dat Dumoulin na de proloog al zei: hier kon ik weinig aan doen, dit was mijn beste. En dat hij in de tijdrit van tegen Pinot echt baalde dat hij niet gewonnen had. Ja. Want daar had hij echt op ingezet. Ja. Ja. Dat lag hem ook beter dan zo'n korte proloog. Ja, ik denk dat we vooral de mannen van Francais dat jij ook maar moeten opschrijven voor de Giro proloog en de Giro tijdrit. Zo'n Gignes of zo. Ja, ja. Zou dat zeker aan kunnen. Het grappige is dat Pinot in eind december of begin januari zei... Ik wil graag de Olympische tijdrit rijden en ik denk ook aan winst. Ik weet nog dat iedereen op de website, ook in de reacties, dat iedereen me eigenlijk voor gek uitmaakte. Ik zelf dacht gewoon van, ik weet niet. Hij gaf toen eens uitleg, ik moet mezelf iets ten doel stellen. Wil ik iets goed kunnen? Dus hij heeft gezegd, ik wil graag die Olympische tijdrit goed rijden. Dus moet ik daarvoor trainen. En op die manier is hij zijn tijdrit aan het ontwikkelen. Maar dat gaat eigenlijk na een paar maanden wel dermate goed dat hij zelfs al tijdritten kan winnen. En dat had ik toch niet verwacht. Ik denk dat we hem al meteen in het lijstje kunnen zetten voor de Olympische Spelen. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Met deze tijdrit is het een serieuze kandidaat voor het tourpodium. En dat is
Met zijn klimmerscapaciteit. Daar hebben we het tegen die tijd al over. Eerst hebben we natuurlijk nog de Giro met Tom Dumoulin natuurlijk. Tom Dumoulin, we hadden het net al over als een van de drie Nederlanders. We hadden natuurlijk ook nog Bauke Mollema en Wilco Kelderman. Bauke Mollema zien we hier. Ja, die deed het toch eigenlijk wel netjes. Hè? Op zijn stijl gewoon een beetje aanklampen en zo. Hij schijnt een beetje ziek te zijn geweest. Hij heeft zich toch nog kranig weten te houden in die etappes, toch? Ja, hij is er goed doorheen gekomen. Hij zei zelf ook dat hij daar erg tevreden over was. Dat hij ondanks die ziekte toch het op kon brengen. Fysiek, lichamelijk, maar vooral ook mentaal, denk ik. Om daar doorheen te bijten en toch nog een goed resultaat neer te zetten. En wat je zegt, inderdaad op Baukers manier... die net eigenlijk onder de absolute wereldtop zit, maar toch qua wilskracht of mentaliteit misschien daar lang bij kan blijven. Ja. Zeg ik dat goed zo, Brian? Want jij kent misschien iets beter. Ja, het is echt een vechter. Het is, hij is, ik denk, een renner die nooit opgeeft. Blijft tot de meet blijft hij rijden en vechten. Dat is ook aan de foto wel te zien. Hè? Dat zie je wel goed op de foto. Maar het is gewoon echt een vechter en een enorm sterk en ik denk in zijn hoofd dat hij een van de betere is, denk ik, van het peloton, denk ik. Omdat hij altijd maar tot de meet rijdt en nooit opgeeft, blijft altijd vechten om terug te keren of in ieder geval erbij te blijven. Om nog even terug te komen, Froome van daarnet. We hadden er al, toch knap dat hij dan omschakelt en daarna in de vroege vlucht gaat. Als ik er zo naar kijk, zeg maar, Froome die het gat niet dicht krijgt naar het peloton, mist in mijn ogen hardheid, koershardheid, die hij vervolgens die dagen erop... Wel heeft. Dat hij dat op wil doen door twee keer de vroege vlucht te kiezen. Ja. Waardoor je dus sneller jezelf pijn doet, om het zo maar te zeggen, dan wanneer je de hele dag in het peloton bent. Ik had ook een beetje het gevoel dat hij het een beetje opgaf. In die rit. Dat hij dacht van, hij komt op, wat zal het zijn, achterin bijna in het peloton. Ja. Dat hij op een gegeven moment denkt, van voor, daar ga ik niet meer komen. Oké, ik rijd niet meer voor een tiende plek in het klassement. Ik laat het hangen en het is klaar. En dat vond ik wel Toen ik dat zag, dacht ik... Ik dacht niet dat hij meteen het in zijn hoofd had van de volgende dagen ga ik... Ik dacht echt van relaxed, veilig, chill. Ik rijd gewoon alle dagen rustig nu uit en weer trainen voor de volgende wedstrijd. Bijna onvroems. Nick zei het net ook al natuurlijk... dat was toch een mooie verrassing. Ja, dan hebben we nog één Nederlander waar we het natuurlijk eventjes over moeten hebben. Wilco Kelderman. Ja. Die trotseerde hier het slechte weer. Had een hele slechte start. Viel in de proloog. Ja. Viel behoorlijk hard. Had er ook toch wel een aantal dagen last van. Bij zo'n jongen, daar gaat het toch vaak in zijn hoofd zitten. En heeft hij er wat meer moeite mee. Ja, ook hij liet zich zien in de vlucht. En dat beviel me wel, die beelden. Jij gaf aan dat je hem ook al gezien had, Brian, die etappe. Ja, verwacht je dat hij zo lang mee kon in zo'n vlucht? Ja, kijk, als hij erbij zit, is het natuurlijk een enorm sterke en getalenteerde jongen ook. Ik had in eerste instantie niet snel gedacht dat hij dat zou gaan proberen om in een kopgroep. Maar toen ik dat op tv keek en hij zat erbij, dacht ik, het is natuurlijk een hele sterke run. Als hij goede benen heeft, op dat moment en geen last heeft, dan kan hij enorm lang, denk ik, mee met die jongens die erbij zitten. Ja. Jury heeft het ook gezien. Ja, hij had het pech dat hij met Albassini mee was. Hè? Want als je met Albassini naar de streep rijdt in Romandie... Dan ben je op voorwater al kansloos eigenlijk. Ja. Had hij kunnen winnen van Albassini? Nou, ik denk Wilco heeft op zich na een zware koers wel redelijk een eindsprintje nog in de benen. Ik weet nog dat hij als belofte een massasprint sprint in de Turingen rondvaart een keer won. Dus hij heeft op zich wel snelle benen na een lange koers, zware koers. Maar goed, Albassini is natuurlijk wel in het heuvelwerk, het klassieke werk laat ik zo zeggen. Top 10 renner die met een hele goede sprint als het bij elkaar blijft rustig een klassieke zou kunnen winnen. Simon en Luik, Bastel en Luik bijvoorbeeld. Het is altijd een beetje gevaarlijk om daarover te speculeren. Maar Brian, hoe denk je dat hij uit deze ronde is gekomen? Hij ging er natuurlijk wel in als ik wil een goed klassement rijden. En hij ruikte voor schieten. Hij rijdt nu een minder klassement, maar heeft zich wel laten zien. Kan zo'n jongen dan wel tevreden terugkeren? Ja, natuurlijk. Hij heeft natuurlijk die valpartij. Is dat hij waarschijnlijk wel erg mee heeft gezeten met wat ik ook via op tv hoorde met zijn heup. En dat hij daar niet lekker op zijn fiets door zat. Als dat met de dagen verbetert, dan word je ook beter in zo'n ronde en dan kom je er ook beter uit. Alleen als hij zichzelf forceert heeft om toch nog een goed klassement te rijden, dan kan het soms averechts werken. Dat is te zien. Ik heb niet zijn gevoel, zeg maar lijkt me hoe hij de laatste dag reed, dat het wel aan de betere hand was. Dus, dat is ook voor zijn motivatie goed is. Ik denk dat hij beter uitkomt, tenminste hoe hij de laatste dag reed, absoluut. Ja, een prachtige...
prachtige koers natuurlijk. Ja, en wat ik ook wel mooi vond, of tenminste laat ik het zo zeggen, ik vond het eigenlijk niet eens zozeer verrassend dat hij mee zat in de laatste etappe. Voorheen kon ik wel vrij goed met Wilco. Ja, ik kan nog steeds misschien wel goed met Wilco, maar ik spreek hem wat minder dan voorheen. Ja. Vroeger zei hij ook al als jonge renner, ja, je moet aanvallen om beter te worden. Dus toen hij dat kwartier verloor in die bergetappe en de dag erna in de vroege vlucht zat, dacht ik wel van... beter worden. Ja. Het verbaasde me niet, laat ik het zo zeggen. Ja, je ziet het aan de foto, het was behoorlijk slecht weer. Ja, als we dan nog een koers hebben die wordt geteisterd door het slechte weer, was het natuurlijk Tour de Yorkshire. Ja. En wat een fantastisch aantal publiek langs de kant. Je ziet het hier op de foto. Die hele bergwand die stond helemaal vol met renners. Ja, het leeft in Groot-Brittannië. Heb je daar eens gekoerst in Groot-Brittannië? Of? Ja, ik heb de Ronde van Engeland wel eens gereden. Dat was ook zo gekke werk met al het publiek. Ja, het volk is daar, dat leeft echt 100% voor. En dat is wel, dat maakt de koersen wel, wel enorm mooi hoor. Ja, dit zie je in Roman die je niet, de Ronde van Baskeland. En dan hebben we het over World Tour zegens. Ja. Zouden ze subsidie krijgen? Je zal het bijna zeggen. Zelf toekrijgen ze wat, zou je zeggen, als je dit soort beelden ziet. Ja. Prachtig. Sinds die toerstart in Yorkshire, daar stonden ze al de hele etappe. Ja. Drie etappes lang, vier rijen dik. Van het begin tot eind. Van begin tot eind. Ja. Het was echt gekke werk. En dit is een resultaat daarvan. Ja. En een prachtige ronde met Nederlands succes. Ja, ze hebben veel Nederlanders gezien. En ik heb wat de Engelse berichten gelezen. En ze waren toch allemaal wel heel erg gecharmeerd van het Nederlands succes. Maar liefst twee ritzegers pakten wij Nederlanders. Eerst Dylan Groenewegen, die natuurlijk een aantal weken geleden te gast was. En ook Danny van Poppel. Ja, laten we het eerst even hebben over Dylan Groenewegen. Toen ik hoorde dat hij... Ik heb het niet gezien. Ik zag het niet, die etappe. Ik hoorde Dylan Groenewegen heeft gewonnen. En toen dacht ik van oké, Tour de Yorkshire. Mm-hmm. En toen keek ik de laatste kilometers. En toen zag ik dat ze het treintje was aan het vechten met het treintje van Topsport Vlaanderen. Ja. Toen dacht ik van dat wordt wel heel erg groots over gedaan. Ja. Maar hij klopt wel gewoon Caleb Ewan, hè? Ja, en hij deed gewoon tactisch... Ja. De beste sprint die hij kon rijden. Ja. Want Ewan is misschien intrinsiek sneller dan Groenewegen. Maar Dylan deed gewoon vakkundig de deur dicht. Waardoor Ewan er totaal niet aan te pas kwam. En, je ziet hem hier nog een klein stukje op. Ja, hij sneed in principe gewoon rechtdoor Dylan. En Ewan zat in de binnenbocht. Waardoor die kon daardoor er niet uit. Moest via de andere kant. Maar toen was de streep al daar. Is dit een nieuwe troef voor de Nederlandse sprinters? Het is wel een enorm snelle jongen. En ik denk die ook de heuvels nog over kan. Omdat hij een enorm sterk en snelle renner is. Dus ik denk dat het wel een sprinter is voor Nederlandse wielrennen, absoluut. Vertelde hij een paar weken geleden dat hij in gesprek is met de ploeg om naar de Tour te gaan eventueel. Ja. Zou jij zo'n jonge jongen in zijn eerste jaar bij een World Tour ploeg... Zou jij dat aandurven? Ja, weet niet. Heb je daar ervaring mee om als op die leeftijd een grote ronde te rijden? Ja, ik reed eerste jaar Giro. Goed, als je zo'n jongen heel erg begeleidt. Ik denk dat je er niet heel veel slechter van wordt. Ik denk dat je er soms wel beter van kan worden. Alleen, je moet wel echt een begeleiding krijgen. Want heel vaak denk je, als ik terugkom, dan volle bak doorgaan. En bij sommige mensen kan het averechts werken. En sommigen hebben het juist nodig. Dus dat is ook... Ik denk als je de begeleiding krijgt die je moet krijgen, dat zo'n jongen er niet zo zeer slechter van zou kunnen worden als hij zijn momenten kiest. En ik denk dat hij als sprinter daar mooie dingen ook zou kunnen doen. En het is nu nog de enige Lotto Jumbo renner met zegens, dus hij heeft wel iets om mee op tafel te slaan eigenlijk. Ja. Jury? Een dag later was het weer Nederlands succes. Ja. Danny van Poppel. Ja, verbaasde je dat hij al zo sterk was? Nee, want ik meende dat Danny zijn debuut maakte in Nokere Koersen. Als ik niet mis ben. En daar zat hij eigenlijk tot op 500 meter van de streep ook gewoon heel goed gepositioneerd. Dat kan hij ook. Toen zakte hij nog wel weg. Maar het was eigenlijk wachten tot hij in een vlakke aankomst een echte massasprint... weer voor de prijs zou meedoen. Dus het verbaast me in die zin, zeker met dit deelnemersveld, niet dat hij hier een zege voor zich opeist. Nee. Mooie overwinning voor de renner. Voor het semi-thuis publiek natuurlijk, omdat hij rijdt voor Team Sky. Ja.
Ja, nog een Nederlander die we eigenlijk wel moeten bespreken in Tour of Yorkshire. Steven Kruiswijk. Hij gaat aankomende vrijdag van start in de Giro. En daar is toch wel een van de mannen die voor het klassement moet gaan. Steven Kruiswijk. Ja, Juri, dan begin ik even met jou. Jij bent al helemaal in de Giro-sfeer en zo. Ja, zeker. Als je dan kijkt naar zo'n jongen in Tour de Yorkshire, ja. Maakt hij een goede indruk? Ja, dat denk ik wel. Hij zat natuurlijk al die twee sprintsetappen, moet je gewoon in het peloton eindigen. Klinkt soms makkelijker dan dat het is natuurlijk, maar dat deed hij gewoon naar behoren. En de laatste rit was een prachtige rit. Waaiers ook. En ja, hij was eigenlijk constant bij de les. Komt van hoogtestage, dan is het altijd even afwachten natuurlijk. Dat verschilt nogal per renner hoe je eruit komt. De ene renner, ik weet me te herinneren dat Geesink een keer een NK reed na een hoogtestage. Die stapte na één versnelling af omdat dat toch niet zo goed ging. Maar bij Steven lijkt het toch wel te hebben gewerkt. In de finale verbaasde me wel in die zin dat hij eventjes moest passen op dat slotklimmetje. Toen ik meende Turgi aanging. Maar vervolgens reed hij het uiteindelijk nog wel bijna dicht naar Roach en Veuclair daarna. Dus ik denk dat we hem wel op de voorposten van het peloton mogen verwachten in de Giro. Vorig jaar top 10 in de Giro. Brian, vorig jaar nog ploeggenoot van jou bij Lotto Jumbo. Ja. Kan die meer dan een top 10 notering? Kan die misschien top 5? Misschien met heel veel geluk het podium in een ronde als de Giro? Natuurlijk. Ik denk dat er een factor dat je geluk ook bij zit op een podium misschien. Maar het is gewoon hoe die laatste week reed hij enorm sterk. Vorig jaar. En ik denk als hij daarmee begint en een door kan trekken of die lijn kan stijgende lijn. Ik denk dat er absoluut meer in zit dan wat er vorig jaar in zat. Vorig jaar had hij wat minder goed begin. Dus als hij dat kan omzetten naar wel een goed begin en dan door te trekken wat hij vorig jaar als laatste week deed. Ik denk dat het absoluut meer in zou kunnen zitten, denk ik. Ja. En aanvallen loont. Hij heeft hij ons vorig jaar geleerd natuurlijk constant gaan. En zodoende dus stijgen in het algemeen klassement. Nog even de winnaar. Thomas Vauclair. Hij kan nog steeds winnen. Hij doet het nog steeds. En, ja. Ik zag een tweet van Thijs Sonneveld. Die zei, ik was blij dat ik zelf koerste. Want dan hoefde ik Vauclair niet te zien winnen. Met zijn gekke back-up. Ja, niet echt geliefd. Maar hij speelde tactisch ontzettend goed uit. Hè? Ja. Hij zat wel erg te loeren op het zicht van Roach eigenlijk. Maar in principe mag je volgens mij in die positie nooit meer van dit naar dit gaan. Want hij deed dat en vervolgens gaat hij aan de andere kant weg. Veuclair, die pakt gewoon direct een paar lengtes en het was klaar. Ja, kinderlijk eenvoudig. En in principe echt, wel. Ja, een hele grote fout van Roach. Want ja, het is niet slim. Je moet het gewoon achterom blijven kijken. Ik bedoel. Ja, je moet hem continu in de gaten houden. En dat deed hij even een fractie van een seconde niet. En dat was eigenlijk gedaan. En zeker bij Veuclair, dat is wel een gekke daarin. Ja. En blijkbaar doet hij nog steeds terwijl op zo'n dag. Terwijl hij niet een super eindschot heeft, Veuclair. Het is niet, nee. Als je met Veuclair naar de streep rijdt, dan is het niet zo dat je denkt van nee. Oh god, dit nee, hij won de sprint in de demarrage. Ja. Zo kunnen we het zeggen. Er was nog een koers, toch al wat minder van gehoord, de Eschborn-Frankfurt Classic. Werd opnieuw gewonnen door de Noor Alexander Kristoff. Maar het grootste nieuws van die dag was niet de top 30 notering van Johnny Hogeland, maar was de comeback van John Degenkolb. Ja, Juri, hoe deed hij het eigenlijk? Ja, hij deed het op zich denk ik toch wel vrij aardig. Hij maakte zijn debuut en daarmee was eigenlijk ook alles gezegd. Werd op voorhand ook al gezegd, je mag geen resultaat verwachten. Dat mag ook niet, vind ik. Nee. In principe goed dat hij weer terug is. Ja, we kunnen het deze uitzending waarschijnlijk nog een paar keer zeggen. Maar Brian, ook John Degenkolb is een ploeggenoot van jou geweest. Ja. Hoe sterk zal hij terugkomen? Hoe sterk is zijn, is zijn mentale drive om van zoiets... Ja, het is enorm... Enorm rennen die iets wat hij wil heel graag. Nou ja, het is een Duitser, die geven nooit op. Dat zeggen ze ook wel, ja. Dat is ook wel zo'n type. Het is wel echt een vechter en een enorm sympathieke man. Het is echt iemand die wat hij wil, daar gaat hij volledig voor. Tenminste, hoe ik het toen zo zag. En wat hij vaak wou, gebeurde ook vaak wel. En ik denk dat hij vrij snel terugkomt, denk ik. Ja. Laten we naar het korte nieuws gaan, want we hebben natuurlijk wat nieuws. En we hebben nog de stelling, voordat ik die vergeet. We hadden het over schijfremmen. Er was vandaag uitgelekt dat in juni de schijfremmen weer terugkomen. Dat de UCI
zijn geweer gaat Ja, accepteren van jullie mogen ze weer gebruiken. Laat ik eerst mijn mening even daarover vertellen. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje vroeg hoor. We hebben natuurlijk de beelden gezien van de wonden van Fran Ventoso in Parijs-Roubaix. Er was nog steeds ruzie over van welk schijfrem het kwam. Dus dat zullen we nooit weten, denk ik. Maar juni is toch al vroeg. Je komt zelf uit zo'n peloton, Brian. Schijfrem in peloton. Ja, ik vind dat ze op schijfremmen of een soort van kapje eromheen of zoiets moeten verzinnen om het iets veilig te maken. Ik denk dat het, ja, het zijn net messen, zeg maar. Zeker omdat met remmen worden ze ook warm. Als die goed een keer op je been komen, wat je ook zag met de foto's die toen met de valpartij in Parijs-Roubaix. Dat is levensgevaarlijk, denk ik. Ik denk dat er eerst echte veiligheid nog meer moet nagekeken worden voordat je het weer terug erin brengt, denk ik. Ik zie Juri knikken. Maar ik heb nog een raadseltje voor jou, Daan. Nou, daar attendeerde Maxima je op vanmiddag. De schijfremmen zijn natuurlijk in de ban gedaan na het incident met Ventoso. Voor welke ploeg rijdt Francisco Ventoso? Movistar. Op welke fietsen rijden? Movistar. Canyon. Met wat voor materiaal? Campagnolo. En wat heeft Campagnolo niet? Schijfremmen. Dan, ze zijn ermee bezig. Ze zijn ermee bezig, maar ze hebben het dus nog niet. Nee. Ik vind het een leuke quiz. UCI, maar UCI heeft natuurlijk... na dat incident met Ventoso hebben ze het direct eigenlijk afgeschaft. Mm-hmm. Ik vind het een beetje lastig, want... ze zullen zoiets niet invoeren als er nog nooit, lijkt mij, onderzoek naar is gedaan. Ja, maar zo voelt het wel een beetje. Het is... Je zou het kunnen, ook op andere niveaus kunnen, ja. Bij vrouwen. Nou ja, kijk, in het veldrijden, mountainbike wordt al jarenlang gebruikt. Kijk, bij mountainbike zie je natuurlijk die valpartijen, tenminste niet zo. Nee, dat klopt, dat is inderdaad zo. En bij veldrijden natuurlijk net zo. Het is een lastig onderwerp, maar ik denk inderdaad wat Brian ook zegt, als daar een soort van kapje, dat moet te realiseren zijn. Ja, ik denk dat het moeilijk is, denk ik. Ik noem maar wat, een rubberen randje eromheen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb geen idee hoor, ik ben totaal niet wat dat betreft technisch aangelegd, maar dat lijkt me toch dat die oplossing eenvoudig gevonden moet kunnen worden. Ja, ik mis nogal, ik ben nostalgisch wat dat betreft en voor mij geen schijfremmen. En ik heb ook een beetje het gevoel dat UCI als een soort struisvogel een kop in het zand steekt van we zien wel, laten ploegen als Roompot het een beetje uitvogelen en dan zien we het wel. Maar dan hebben we natuurlijk de man van de stelling, Nick. Eerst even, wat vind jij ervan, schijfremmen? Wel of niet terug in het golfpeloton? Het is een lastige. Het is, schijnt dat uit onderzoek is gebleken dat die wond van Ventoso niks met de schijfrem te maken zou hebben gehad. Volgens onderzoek, Movistar wil daar niet in meegaan. Die blijven zeggen van het waren echte schijfremmen andere fiets. Het vreemde aan het verhaal van Ventoso vond ik dat hij schreef van valpartij en ik had niks in de gaten en ik fiets verder en op een gegeven moment kijk naar een been. Zo'n jaap erin en ik kon het bot zien en alles. Prima, maar als je dus niet weet hoe je aan die mond komt, hoe weet je dan in één keer zo zeker dat het een schijfrem is? Kan ook een spaak zijn geweest. Dat weet ik niet. Maar ik vind schijfremmen, het blijft een beetje een tussenweg. Ja, het met qua rem is denk ik veel sneller en makkelijker. Alleen ik denk als je misschien iets rubbers eromheen, dat het een heel mooi product kan zijn. Ja. Nick? Er waren veel reacties ook onder het bericht van dat de schijfremmen eventueel weer terug zouden komen. Het voordeel van die schijfremmen wordt weer afgewogen tegen de nadelen ervan. En dat is dus het grote dilemma waar iedereen mee zit. Het raadsel, bijvoorbeeld Thijs E. die reageerde van het voordeel van schijfremmen is juist dat je veel beter kunt doseren en relatief minder handkracht nodig hebt voor dezelfde vertraging. Daarnaast presenteren ze veel beter in de regen. Maar als een renner valt, dan knijpt hij in zijn rem. Daarom. Dus dat dan is, denkt hij niet meer over zijn handkracht. Ja, ben ik bang. Het enige is de geluiden, ze maken heel veel herrie, die schijfremmen, zegt hij ook. Maar het zal ook wel iets te maken hebben met de producenten, met de fabrikanten van schijfremmen. Van schijfremmen. Ja. Die zullen heus wel iets van invloed uit te oefenen op de UCI. Ja. Wat ook gezegd wordt. En dat daar zal de UCI toch op een gegeven moment over moeten oordelen. Want stilstand is achteruitgang, zeggen ze altijd. Dus
je moet door. En ja, of het nou in juni alweer goed is, want dan zouden ze in de Tour de France wel weer kunnen rijden, sommige ploegen. Volgens mij rijdt Link direct energie er af en toe op. Van de Lampre-Merida reden volgens mij toen ook mee. Ja, Lampre-Merida. Ja, en Roompot, maar Roompot rijdt geen Tour de France. Maar ja, dat is weer... En het heeft natuurlijk ook al een beetje nog met gewicht te maken. En in de Tour telt natuurlijk, wordt elk grammetje gewogen. Nee, zeker zo. Je kan natuurlijk altijd nog... reageer op de stelling. Reageer op de stelling kan nog. Vragen stellen voor Brian. Zometeen gaan we uitgebreid hebben over hem. Dat kan via hashtag WFLive op Twitter. En in de YouTube chat. Doe vooral mee. Gezellig. We gaan zometeen gaan we het hebben over Brian. Inderdaad, vragen stellen. Allemaal met hashtag WFLive. Hashtag WFLive op Twitter. Oké, ik moet er nog even inkomen. nog één puntje wat ik vandaag ergens las. Bonen naar Lotto Soudal. En Contador naar, dan moet ik even, Lampre-Merida. Bonen, ja, we zien hem hier naar Lotto Soudal. Ja, ik vind het... Ja, het was zo. Hij had vroeger op een Ridley-fiets gereden toen hij 12 was. Dus hij kon naar Ridley. Of Ridley wilde graag dat hij voor Lotto Soudal ging rijden. Ik denk dat ze bij Lotto Soudal het niet aandurven om hem te nemen. Nou, weet je wat het is? Er is natuurlijk pure al een paar ethisch van, we doen het niet. Want nee, maar ik denk wel dat er al jarenlang een beetje een oorlog is tussen Lotto Soudal en Quickstep wat betreft het renners aantrekken. Laurens de Plus, die nu bij ETX Quickstep rijdt, die is natuurlijk een jeugdproduct van de opleidingsploeg van Lotto Soudal. Maar zo rijden er ook een x-aantal renners bij Lotto Soudal die voorheen in de opleidingsploeg van ETX zaten. Dus dat is wel een beetje een dingetje natuurlijk. Ja. Maar laten we wel zijn, voor Lotto Soudal is het natuurlijk een mooi dingetje om te zeggen, ja, we hebben interesse in bonen. Hups, alle nieuwskoppen haal je. Ja. Dus het is makkelijk gescoorde publiciteit. Oh, ja, maar ja, goed, waarom niet? Ik heb echt het gevoel dat hij volgend jaar nog gaat koersen. Ja. En eigenlijk denk ik niet in dit shirt. Is puur onderbuikgevoel. Ja. Kan het niet goed uitleggen, maar dat denk ik. Ja. Over die rivaliteit gesproken, Brian. Jij hebt volgens mij de opleiding bij Quickstep gehad. Ik heb eerst de opleiding van Quickstep gehad. En toen ben je naar Lotto, Belisol toen de tijd. Toen heb ik nog wel de opleidingsploeg van Lotto ook meegemaakt. Ja, en daarna ben ik naar Lotto gegaan. Dus ik ben wel. Is die rivaliteit er echt zo? Twee Belgische World Tour ploegen? Niet dat ik het merkte. Ja, je hebt natuurlijk dat ze... Van als een renner van Quickstep wegrijdt, moeten jullie erachteraan? Dat heb ik in ieder geval nooit gehad. dat zij echt alleen Quickstep in de gaten houden. Dat niet. Maar ja, natuurlijk hebben ze liever dat waar je de ploeg waar je bij zit, als dat Lotto is, dan hebben ze liever dat Lotto... Dat zij zeggen ook, we gaan er wel alles aan doen dat wij winnen, niet hun winnen, zeg maar. Oké. Dus dat zal wel een beetje... strijd zijn, maar het is niet dat er een hele trein wordt opgezet als één renner van Quickstep per se weg is. Het wordt vervolgd in ieder geval. Tom Bonen, waar gaat hij heen? Lampre-Merida heeft gezegd, we willen Contador, maar zei er ook meteen bij van, als je het niet probeert, dan gaat het helemaal niet. Nou ja, en weet je, wie wil Contador nu niet? Inderdaad. En dat geldt voor Bonen. Nou ja, is Bonen natuurlijk, ik zal het voorzichtig zeggen, misschien een beetje op zijn retour. Ja. Wie wil zulke renners nu niet in de ploeg? Aan de andere kant, ja, als zoveel ploegen nog steeds interesse in die jongens hebben, dan gaat het prijskaartje nog steeds omhoog. Dus wat dat betreft zal het voor niet alle ploegen even haalbaar zijn, schat ik. Wordt vervolgd. Ja, nu het item waar ik eigenlijk al een paar dagen tegenop kijken. Mijn afgang tegen Jury. Ik hoor het deuntje. Vertel. We gaan het spelletje spelen. Pak jullie belletjes erbij. Achter deze kant, Brian. Het spel gaat als volgt. Er komen 5 renners op het scherm. De vraag is, maar waar rijdt die? Nou, heel simpel. Gewoon ploeg noemen. Punten scoren, Jury verslaan. En dat is eigenlijk het enige doel. We hebben vorige week gevraagd of er voor opties voor eventueel een ander concept van de quiz. Blijf ze ook insturen. Kijk op ons YouTube kanaal. Er staat ook nog een losse oproep van een nieuwe opzet. Vandaag nog een keer. Maar waar rijdt hij? Ja, we beginnen met nummer 1. Chris Anker Sørensen. Daan? Fortunea Vital Concept. Ja, punt voor Daan. Yes. De Deense kampioen, regerend Deense kampioen, 31 jaar, moest na vanaf 2005 ready voor CSC, Tinkel, Saxo enzovoort, enzovoort. Nu Fortunea Vital Concept.
Nummer 2 is Jan Barta. Volgens mij was Jury de eerste. Ik weet niet. Was drukte hij, Brian? Nee, ik drukte niet. Dat was Jury het. Ik zal die niet doen. Die rijdt voor Bora Argon 18. Bora Argon 18, klopt. Is de opvolger van Netop Endura, het shirt waarin hij nu rijdt. En daar rijdt hij al sinds 2010. 31-jarige Tsjech. En ook nationaal kampioen tijdrijden. Al voor het vierde jaar op rij. Zal die naar de Vuelta gaan? Vandaag werd bekend dat Bora naar de Vuelta gaat. Ja. Nemen ze dan zo'n oude man als Jan Barta mee? Ja. Waarom niet naar de Tour? Ja, dat zou kunnen ook. Ja. We gaan het zien. Vuelta, vrijdag start de Giro. Deze renner start ook in de Giro. Dat is Yuri Filossi. Dus er zijn al een paar ploegen uitgesloten. En het is Jury die als eerste drukt. Nippo Vini Fantini is goed. Zijn tweede profjaar. Ja. Moest even nadenken, ja. Maar hij is 24 jaar. Ja. Hij gaat debuteren vrijdag in de Giro, in de grote ronde. En reed onder andere al naar een vijfde plek in de Volta Limburg Classic dit jaar. Kan nog wel eens een ritje winnen, zo'n heuvel. Sterke renner. Ja, jong nog ook. Een tussengangse etappe. Wat zei je? Zo'n tussengangse etappe. Ja, klopt. Ja, hij heeft nog een redelijk sprintje in de benen, kan een paar heuvels overleven. De postbank. Wie dat misschien ook kan, de komende Giro, is deze renner. Nathan Haas. Waar rijdt hij? Ja. Daan. Volgens mij gewoon bij Cannondale, toch? Nee, die rijdt niet bij Cannondale. Dat is minpunt, of? Nee, ja. Dan dat betekent dat jij wordt je van twee. Word je van twee. Druk is. Goed. Ik zal zeggen. Greenwich. Nee, je rijdt niet bij Greenwich. 27-jarige Australiër. Kwam over van Cannondale Garmin. Jury. Ik was nog? Nee. Dimension Data. Dimension Data is goed. Heeft voor 2 jaar getekend. Klopt. En heeft al 5 profzegens achter de rug. Ja, klopt. Onder andere naar een 57ste plaats in de Tour of Yorkshire. Nou, een hele prachtige prestatie. Daar kan je mee thuiskomen. Wie uitgeschakeld is met een gebroken sleutelbeen is deze man. Nelson Oliveira. Waar rijdt hij? Vorig jaar bij Lampre, Merida. Heel moeilijk. Ik zeg hem Movistar. Is goed. Ja, joh. Punt voor Brian. 27-jarige Portugees. Werd nationaal tijdritkampioen. Won vorig jaar een etappe in de Vuelta. Een hele sterke coureur. Is nu overgestapt naar de ploeg van Valverde. Waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Ik dacht dat het altijd zo'n beste Mattie van Rui Costa was. Ja, dat ze dan wel altijd bij hebben. Ja. Ja. Nu is die tenminste. Dat was het. Mooiste. Ja, het viel mee toch? Ja, nou, die hebben allemaal volgens mij al een puntje gescoord. Iedereen heeft een punt gescoord. Wat helaas niet Jury heeft kunnen weer houden van de zegen. Maar ja. Ja, blijf insturen naar quiztips. Dan zal Gaan we thuis gaan oefenen. Helemaal. En dan moet het goed komen. Dankjewel, Nick. Graag gedaan. We komen zo natuurlijk nog even bij je terug voor de stelling. Ja, laten we het eens helemaal over jou gaan hebben, Brian. Welkom. Ja, dankjewel. Nog twee breken. We gaan nu maar terug. Ja, hoe is het met je? Ja, goed. Nu wel inmiddels gestopt met het fietsen. Mm-hmm. Wel voor de fun, hoor. Alleen, ik doe het nu met de plezier met mijn maatje af en toe een rondje fietsen. En op zoek naar een leuke, bijpassende baan. Dus, En in de fietswereld ook echt? Als dat zou kunnen? Ik zou het wel het leukste vinden, ja, absoluut. Omdat daar natuurlijk al die jaren Jart heeft gelegen. En je ook een beetje van nu snapt. Omdat je jarenlang met veel producten hebt rond kunnen rijden. En, ja, echt producten als in, dus dat lijkt je wel als bij fietsbedrijf. Ja, maar ja, Ridley, Giant, Bianchi, Sport heb ik op gefietst, Shimano, Campiolo. Ja. Dat zijn de aantal producten, ja. Ja, begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat jij naar Vorarlberg ging. Klopt, ja. Dat is nog maar een paar maanden geleden. Ja, vorig jaar hebben we veel pech gehad en wat minder. Als je veel pech hebt, dan wordt het fietsen natuurlijk voor jezelf ook minder leuk. Mm-hmm. En daar heb ik vorig jaar veel te maken mee gehad. En toen heb ik gezegd, ik ga misschien naar een kleine ploegje om te kijken of ik mijn plezier weer eens een keer met misschien hopelijk minder pech, minder valpartijen en dat soort dingen kan rondrijden.
Maar ik heb toen besloten, ja, anders blijf ik hopen van hoog niveau naar lager. En ik zeg, nu is het een keer de tijd om een switch te maken en te kijken of ik, wie weet, ergens een keer een leuke baan, een bijpassende baan kan krijgen. Ja. Hoe kwam je eigenlijk bij Vorarlberg? Dat is nou niet echt een ploeg waar je zomaar eventjes binnenloopt. Het is een Oostenrijkse continentale ploeg trouwens, voor degene die niet weten. Ja, een Oostenrijkse continentale ploeg. Wel een goede Oostenrijkse continentale ploeg. Ja, dat is een heel leuk ploegje. Tenminste, qua mensen die erbij zaten, vond ik het ook een enorm aangenaam ploegje. Alleen, hoe ik erbij ben gekomen is via een goede vriend van mij die heeft er zelf ook bij gefietst. Ja, en een beetje zo is het balletje gaan rollen en uiteindelijk contacten opgenomen en een keer om tafel gezeten en toen was het balletje snel rond. Alleen later heb ik zelf besloten om het toch niet te doen. Toch niet. Nederlandse tijdspannen zat er tussen, graag maar. We hebben gebeld, volgens mij begin februari hebben ze. En wanneer dacht je van, nee, we gaan het toch niet doen? Ja, ik had getekend eigenlijk en ik ben toen op trainingskamp gegaan en om wat te gaan trainen. Alleen het plezier met trainen kwam niet echt terug. Zeker dagen op rij te gaan fietsen. Ik denk dat ik 2 weken, 3 weken daarna is het. Heb ik gezegd van mezelf, dit is niet. De motivatie ontbrak ze. Ja, voornamelijk omdat ik denk van om nu nog een keer die stap te maken, ik geloof daar niet meer in. Je weet het natuurlijk nooit, maar ik geloof er niet meer echt in. En toen was het wel voor mij snel duidelijk van ik wil niet. Nu op dit moment heb ik niet de hoofd zeg maar ernaartoe staan om te zeggen van ik blijf continentaal rijden en dan wil ik wil graag het uiterste uit iets halen. En dat was op dit moment in mijn ogen niet meer mogelijk. Dus vandaar. En waarom geen Nederlandse continentale ploeg dan? Als je in de winter als dan een beetje het zicht op een profcontract weg is, een Nederlandse continentale ploeg, zoals je toen naar Park Hotel bent geweest een tijdje. Ja, ik heb nog gesproken met de Rijken. En ik heb ook nog een tijdje gesproken met een Deense ploeg, Kult. Maar goed, Kult was toen met Stulting was niet echt helemaal. Nee, maar het ging wel om die ploeg, zeg maar? Om die Kult of de Colo Quick? Kult Stulting was dat toen. Ja, okay. Normaal zouden die samen gaan. Ja. Alleen dat is helaas toen niet doorgegaan. En het was een beetje, het ging niet helemaal op, was niet op helemaal één lijn, denk ik, binnen hun organisatie. En, toen heb ik nog even kort met de Rijk gesproken, maar toen kwam Vorarlberg ook al heel snel. En toen heb ik gekozen. Uiteindelijk, ik dacht, Vorarlberg zit alleen maar in de omgeving van de heuvels waar ik wat meer van hou. Mm-hmm. En toen ging mijn hart iets sneller daaruit. Zeg. Ja. Had je hier als blanco renner, zeg maar, niet gezeten als Stulting bij was gegaan? Of had je dan ook gedacht van, nee, het is genoeg, goed zo? Als we Stulting had gereken, als het samen was gegaan en sprook onder de ploeg, had ik het waarschijnlijk wel nog een jaar gevochten ervoor om te kijken waar ik eventueel had kunnen komen. Zeker als je dan misschien een jaar geen pech hebt en alles loopt een keer op zijn goede flow. Je weet nooit wat er dan misschien in zit. Maar ja, goed, dat was, helaas ging dat niet door. Nee. Maar ja, goed. We gaan het zo meteen even hebben over je profjaren. Ja. 3,5 jaar prof. Ja, zo ongeveer kan je het noemen. Ja. Afronden na 4 jaar, kleine 4 jaar. 4 jaar is een beetje. We hebben een kijkersvraag binnen. Nick. Ja, die gaat ook onder meer over je profjaar inderdaad. Ja. Je hebt net over een soort flow die je zoekt. Ja. Heb je ooit een keer zo'n flow gehad, je beste tijd gehad bij een World Tour ploeg? Welke was dat? Vraagt Daan in de YouTube chat. De Lotto. Telefoon snel. De Lotto Bellisol jaar. Het eerste jaar Lotto Bellisol had ik wel, denk ik, mijn beste flow. Het liep het. Vlekkeloos. Misschien ook een beetje zonder echt valpartij. Je kopmannen die uiteindelijk waar je voor rijdt, die dan super presteren. Daardoor til jezelf ook naar een hoger level. Kijk, als je als knecht je kopman op de Keutenberg afzet. En toen was het nog het oude rondje gelijk. Van Hennet hebben we het over. Ja, van Hennet. Die dan daar tweede wordt. Ja, dat is natuurlijk. Als knecht ga je ook beter en beter worden. En dat zie je dan ook in een Giro of in een andere wedstrijd. Ja. Die foto die we net zagen en deze ook tijdens de Giro. Dat was volgens mij je eerste jaar? Tweede jaar. Ja. Jij zat bij de top 5 van meest aantal kilometers op kop dat jaar. Ja. Of top 3 zelfs, top 2. Ja, heel goed in de exacte plek. Maar dat moet wel een hoogtepunt zijn geweest van je carrière. Gewoon. Ja, we hadden als doel, als ploeg, hadden we 1 echte kopman. En voor de rest wouden ze dat we veel mee zaten voor de publiciteit. Wie was die echte kopman toen? Toen was het Frans de Greef. Wouden ze proberen een top 10 plek of top 15 plek wouden ze toen. Dat was niet gelukt. Inmiddels ook gestopt volgens mij.
Die rijdt bij Wanty. Ik weet niet of hij hem dit jaar nog... Ja, volgens mij is hij eind vorig jaar dacht ik dat hij inderdaad gestopt is. Zijn fiets aan de wiel gegaan. Oké. Dus Nick, als je nog meer kijkers vraagt... Ja, er zijn nog op onze website een vraag van Hoofd is Vrij. Die vraagt, ja, je hebt dan gereden bij Giant Alpecin, of Giant Shimano toen, ja. Lotto Belisol en Lotto Jumbo. Wat is het verschil in begeleiding en in mindset van de ploeg? Laten we eerst eens beginnen. Wat is het verschil tussen een Nederlandse ploeg en een Belgische ploeg? Zit daar veel verschil in? Ja, ik denk dat alle wilde ploegen wel een beetje, denk ik, redelijk... gelijk aan elkaar, denk ik, daarin zitten. Ze hadden dus, iets andere structuur. De Belgische Lotto die was enorm veel voor de klassiekers. De Nederlandse Lotto had echt een rondrenner, Geesink en Wilco. De Belgische Lotto was alleen Van den Broek. En voor de rest hadden ze niet echt een vaste rondrenner. Dus zeg van, ze hadden een sprinter, ze hadden allemaal... Wat zeg maar, in de zin van allemaal enorm goede renners. Maar Tim Wellens die we in de klassiekers bijvoorbeeld kan meedoen, maar niet. Dus was niet op dat moment nog een jongen die de Tour zou kunnen winnen. En bij een Wilco en een Geesink waren meer al gericht op een top 10 in een grote ronde. Merkt je ook dat de verwachtingen bij een Lotto Jumbo als grootste ploeg van Nederland dan ook hoger zijn dan bij een Giant Shimano destijds? Wat nog niet... op het niveau was waar het nu zit? Ja, ik vond de Giant... de ploeg zelf het niet echt uitsprak, de druk. Bij Jumbo zeiden ze wel van... dit willen we graag presteren. Maar goed, het is ook logisch dat ze een prestatie verwachten natuurlijk... van toprenners natuurlijk. Ja. Alleen bij Giant was... in de wedstrijd die ik had gereden natuurlijk... wouden ze bij een Eneco toe... waar Tom Dumoulin reed, ook podium rijden of winnen. Hij kan dat. En... ja, het is denk ik wel een beetje hetzelfde lijn, denk ik. Ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde focus en hetzelfde doel heeft, denk ik. Ja, die Nederlandse ploegen, dezelfde focus. Zit er niet echt een wereld van verschillen? Lotto Jumbo en Giant Alpecin. Ook hoe wij als journalisten naar die ploegen kijken. Giant is toch nog wel een beetje dat speelse en een groot project van iemand Spekenbrink. Ja. Als we bij Lotto Jumbo kijken, is dat toch wel... ja, misschien een beetje het serieuze, misschien zelfs wel een beetje introvert eigenlijk. Zie je dat verschil ook als renner die bij beide ploegen heeft, als een van de weinige renners, misschien wel enige renner, ja, dat is die ook beide een... ploegen heeft? Laurens ten Dam. Ja, ik heb bij Giant een enorm mooie tijd gehad en ook veel minder pech. Dus daardoor is het misschien dan ook sluit het mooie bij zelf aan. Maar goed, ik heb niet zozeer dat ik echt... het speels en het hele serieus. Ik vond, allebei zijn ze natuurlijk serieus op een goede manier, denk ik. En ik heb bij Giant een hele mooie tijd gehad. En zeker ook met een Kittel, een Dumoulin en een Degenkolb die natuurlijk... Kittel dat jaar natuurlijk alles zo'n beetje won waar je start. Dus je wist waar je rijdt, win je zo'n beetje. En, ja, dat was bij Lotto Jumbo natuurlijk anders. Ja, we hadden vorig jaar natuurlijk niet een sprinter die waar je voor reed, die dan direct 9 van de 10 keer won. En dat was met een Kittel. Ja. Was dat wel het geval. Dus dat is wel weer een ander soort mindset wat je dan krijgt. En natuurlijk dat die vorig jaar de prestaties heel lang achterbleven. Ja. Dat het natuurlijk de druk, de hamer wordt steeds groter. Zeg maar. Ja. Dus en die hij komt ook steeds harder aan, denk ik. Ja, dat was het minder fijne. Ja. En nog veel contact met oud-ploeggenoten van beide ploegen? Of? Wel van de Belgische Lotto heb ik nog wel wat contact met. Ja, okay. Welke zijn dat? Ik heb met Johnny Meersman heb ik wel contact nog. Ja. Tosje van der Sande. Ja. Daar spreek ik nog wel mee. En de Nederlandse Lotto eigenlijk niet echt. Waren de ploegen waar je echt gewoon... Of ploeggenoten waar je echt goed mee op kon schieten bij bijvoorbeeld Lotto Jumbo? Lotto Jumbo. Ik heb Nick van der Lijken vond ik een enorm toffe jongen. Ook gedreven en gewoon een hele vriendelijke jongen. Barry Marks vond ik ook een goede jongen. Ook rustig. Vind je het dan raar dat die twee jongens die je nu noemt, dat die nou... Ik zou net zeggen, wel inderdaad rennen. Een stapje terug hebben gedaan. Ja, ik vond Laurensdam vind ik ook een enorm fijne jongen. Bij Jan Lindeman kon ik goed mee. Waar denk je dat dan aan ligt dat jongens als Van der Lijken en Marcus nu juist een stapje terug hebben gedaan? Ik denk misschien... Ja, het zou kunnen dat Nick van der Lijken misschien iets minder zijn eigen ding kon doen. En misschien bij... Rompelt wel. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik weet niet waarvoor de keuze is geweest dat hij weg is gegaan. Ik weet ook niet wat precies de reden is geweest. Maar misschien zou dat het kunnen zijn dat dit een stapje lager is. Dat ze daar nog vrijer zijn van we moeten vooruit zijn. We moeten winnen.
En bij en Jumbo is misschien meer op 1 of 2 of 3 renners gefocust. En dat is misschien bij een iets kleine ploeg misschien niet. Maar goed, dat weet ik niet. Ik weet niet hun, de reden van hem. Een gewetensvraag als je de Giro gaat kijken. Voor wie jeugd je harder? Lotto Jumbo of Giant Alpecin? Of Lotto Beeksel. Of Lotto Beeksel. Ja, Lotto Soudal is dat. Als die proloog komt, Jos van Ende of Tom Dumoulin. Of Tim Wellens. Of Tim Wellens. Ja, ik denk dat het moeilijk is voor Tim Wellens denk ik, om de tijdrit te winnen, denk ik. Ik denk dat het meest relevant is, denk ik, voor een Dumoulin, denk ik. Maar ja, ik zal voor elke Nederlander zou ik juichen. Ik zou het tof vinden als een Nederlander zou winnen. Natuurlijk, als een Belg zou winnen, zou ik het ook tof vinden. Maar ik zou het mooiste vinden als een... als binnen het land blijft. Ja, we gaan het even een tussenstap. De topcompetitie. Ja. Afgelopen zondag was de derde wedstrijd in de topcompetitie. Ja, laten we even kijken naar de beelden. Als het goed is. Ja. Gaat de tijd weer af. Er staat er opnieuw een kleine afscheiding. Martijs de Vries en Rick Ottema forceren een gaatje. Ze krijgen niet veel ruimte, maar de Vries is sterk. Hij blijft gaan en even later sluiten Bob Wubbe van Westland Wilvooruit, Jetse Bol en Rick Ottema aan. Ze pakken 15 seconden, maar als er dan op het vlakke gedemareerd wordt, moet Bob Wubbe laten lopen. De tweede groep zit er dicht achter, maar in de laatste kilometer is het Jetse Bol die het pokerspel goed uitspeelt. Hij weet dat Koen van Melvoort ook kan winnen en er vlak achter zit. En dus houdt hij zijn benen wijselijk stil om het af te maken in de straten van Bocholt. Jetse Bol wint de 20e Brandbier Drielandenomloop voor Rick Ottema en Martijs de Vries. En in het algemeen klassement is het Koen Vermeldvoort die aan de leiding gaat. En zijn maatje Jetse Bol die komt op een tweede plaats. En dat was voor de Rijk heel erg fijn. Toen hadden ze toch nog een schaduwfavoriet. Maar ik denk zelf dat Koen Vermeldvoort wel heel ver kan komen. Brian, volg je het een beetje, de topcompetitie? Iets minder, maar ik volg het wel. Ik vind het wel leuk om een beetje het algemene wielrennen nog te blijven volgen. Ja, absoluut. Als ik dan zo die wedstrijd zie... Drie landen omloop, Ronde van Limburg en als finale van de topcompetitie natuurlijk de Eurode omloop. Ja. Ik heb jij ooit daar met overmacht zien winnen. Ja. Ja, de topcompetitie en Brian Boelgak, dat moet toch een goede combinatie zijn. Om zo nog een profcontract af te... Is dat door je hoofd gegaan deze winter? Ik ben eerlijk, daar heb ik wel aan gedacht, absoluut. Ja. Zeker omdat de heuvel of de klimwedstrijdjes, de tussengebergd, zou ik zo zeggen, in het verleden bij mij goed hebben gelegen. Mm-hmm. Maar ja, goed, nu heb ik de keuze gemaakt om... Je had heel makkelijk natuurlijk desnoods naar een clubploegje kunnen gaan, maar zonder al te veel, zoals Ronald van Zandbeek nu doet, bij Willebrord wil vooruit. Absoluut, is dat niet door je hoofd gegaan van misschien maar op een hele, hele lage manier instappen en dan kijken waar het schip strandt? Ja, vooral dat het vorig jaar een beetje wat minder is geweest, dat mijn hoofd even niet helemaal top is geweest. Dus vandaar dat ik... Dat het trainen ook niet echt makkelijk oppakt. En dat heb je natuurlijk op dit niveau ook nodig natuurlijk. Ja, het is nog lang niet beslist in de topcompetitie. Over een paar weken omloop van de Kempen. En dan gaan we weer Limburg in met deze toch wel mooie competitie. Aanstaande donderdag om 8:00 op Eurosport 1. Een samenvatting van de topcompetitie. Een samenvatting van bijna een half uur. En daar is ook nog eens, dat is wel iets van jouw oudste ploeggenootje van jou. Jos van Emden. Die wordt gevolgd in de windtunnel. Ja. En we gaan en de topcompetitie gaat het natuurlijk hebben over de drielandenomloop. Die je net zag. Girini. We gaan naar de Giro. Het is bijna tijd, maar we gaan het zeker nog even hebben over de Giro. Want aanstaande vrijdag is het zover. Nadat in 2010 de Giro in Amsterdam startte, is opnieuw het Italiaanse feest in Nederland. Dit keer Giro Gelderland. Aanstaande vrijdag start de Giro met een proloog met kans op Nederlands succes. Dumoulin, ik zei het al, Jos van Emden. En misschien hebben we nog verder wel een andere tijdrijder of zo. Kort quizvraag. Wie won de tijdrit, openingstijd in Amsterdam 2010? Bradley Wiggins. En hij zoop zich helemaal klem. Chapeau. En wie fietste er kilometers lang langs het peloton een dag later? Dat Johan van Duinkerken. Dat zal... Ja, zou ik zeggen. Ja, nou ja. Daan van der Werf. Maar die doet niet mee. We hebben wel een hele hoop renners die... in de Giro naam... hoe heet dat? Hoe zullen we het zeggen?
zich in de kijker zullen rijden. Ja. We vragen aan de regie om ze op het scherm te tonen. We gaan in de grabbelton. En dan kijken we eerst naar Nikias Arendt. Wat kan hij klaarspelen deze Giro? Ja, een goede sprinter. Geen wereldtop. Tweede, misschien wel derde rangs sprinter die er wel aankomt. Laten we daar duidelijk over zijn. Reed in de Ronde van Romandie ook een aantal goede sprints. Het is afwachten wat hij kan. Hij krijgt de vrijheid om te sprinten. En misschien dat hij dan, want dat vergeten we wel, Giants eerste seizoenszegen kan boeken. Volgende. Wat is de volgende? Carlos Betancourt. Wat is hij afgevallen, zeg. Die persfoto's die ze begin dit jaar lieten zien, dan denk je van ja, dat 5, is 20 kilo afgevallen. Ja, dat moet haast wel. Van het helikopterbeeld was hij ook een stuk smaller. Ja. Maar wat reed hij hard, hè? In Leuk-Bastenaken. Leuk was het volgens mij. Ja. Jij hebt die Giro van 2013 ook gereden. Ja, reed hij heel goed toen. Toen was hij ongelooflijk, ja. Ja. En heb je ook nog tegen hem gereden dat hij... Toen heb ik ook nog tegen hem gereden. En dat was enorm verschil qua rennen, ja. Spreek je dan wel eens met zo'n knakker? Nee, ja, heel moeilijk Engels. Dus dat is... en ik ken geen Colombiaans of... Spaans. Dat is voor mij vrij lastig. Dus Engels probeer je wel tegen die mannen te praten. Alleen dat is dan vrij lastig met van ver ook wel eens. Maar dat is... Ik herinner me nog een foto dat je samen met Valverde in een skihut staat of zo. Ja, een koffietje gingen we doen na een goede training. Maar qua Engels is het redelijk lastig bij die mannen. Nou. Valverde, de man, ik denk dat Betancourt zelf al eigenlijk als toch wel die knechtenrol goed vast kan houden voor Valverde. Als hij 2013 haalt, dan gaat hij... Kan ik Valverde misschien nog wel soms knecht misschien af en toe voor hem zijn hoe hard hij toen deed. Maar ik ben benieuwd. We gaan even kijken wat er nu komt. Esteban Chavito. Wat een fantastische renner is dit. Klopt. Ja. Hij kan alleen maar lachen. Gaat hij meespelen in het klassement? Ik heb hem wel. We hadden een klein dingetje hebben vanmiddag al opgenomen. Dat kun je zien op ons YouTube kanaal. Abonneer je daar ook op. Want dan krijg je hem dus automatisch in je postvak in. Nee, Caleb Ewan zou ik zeggen. Die rijdt bij dezelfde ploeg. Lijkt wel maar, een beetje op. Nee, Chavito is natuurlijk een goede klimmer. Ook Colombiaan. Heeft het in zich om een hele goede ronderenner te worden. Maar ja, op de Vuelta van vorig jaar na moet ik wel zeggen dat hij vaak tegenviel. Dus het is nog maar de vraag. Maar hij kan zeker zijn partijtje meeblazen. Ja. Volgende. Damiano Cunego. Gaat hij voor een ritzegen misschien bergklassement? Il Principale. Ik denk dat hij voor de ritzegen dat hij probeert. Ik denk dat hij nog steeds wel stiekem in zijn hoofd zit met een top 10 natuurlijk. Nee, ik denk dat hij... Hij heeft volgens mij ook gezegd dat hij daarvoor tekort komt. Inmiddels. Hij is ook op 34, dacht ik. En ik denk dat een bergklassement wel eens iets voor hem zou kunnen zijn. Naar de eerste. Ja. Kijk, hier gaan we het voor vrijdag. Hier wacht heel Nederland met smart op. Ja. Gaat hij in het roze rijden? Ik denk persoonlijk zelf van wel, maar als je ziet hoe die in Romandie alweer rijdt. En ik denk dat deze tijdrit vergeleken met, of tenminste deze met Romandie, de tijdrit van vrijdag vergeleken met Romandie, dat het gewoon enorm een stuk makkelijker is. En hij is natuurlijk enorm. Sterk op dit soort tijdrit ook. En ik denk dat hij de enorm grote kans maakt. Ja. Hij dekt zichzelf al een beetje in. Hè? Hij zegt als ik de tijdrit niet win, dan krijg ik die week later nog wel kans om de trui te pakken. Weet je nog dat ik voor de start van het NK 2014 in Oud-Marsen met hem een interview had. Dat vond ik wel tekenend voor hoe Tom Dumoulin is. Toen vroeg ik hem op een parcours eigenlijk wat niet bij hem past. Ik zei, wie is de topfavoriet voor vandaag? Hij zegt, Tom Dumoulin. Ik zei, wie gaat hem winnen? Vraag. Oh. Tom doen, hè? Dus dat is wel een beetje zijn zei hij dat dingetje. In 2015 ook? Hij heeft wel gezegd in die Tour dat hij daar alles voor die gele trui zou doen. En dat hij dat ook dacht dat hij dat ging halen. Ja. En nu zegt hij heel bewust, kanselaars favoriet. Ik ben benieuwd. Benieuwd in hoeverre hij zijn... Dit is een jongen die Jury heel hoog inschat. Nou, heel hoog. Hij is de laatste weken heel goed bezig. Ja. Sergei Virsanov. Toch komt dat een beetje uit de lucht vallen. Is al 33. Goede Giro del Trentino Melinda gereden. Ook goed in Coppi Bartali. Coppi Bartali, eindzegen geboekt inderdaad. Ja, Giro del Apennino gewonnen. Ja, een enigste koers. Nou ja, een hele gevaarlijke renner. Maar aan de andere kant al een paar weken heel erg goed. Misschien wel over zijn topvorm heen. Laten we kijken naar een nieuwe renner uit de Grabbelton.
Marcel Kittel. Kun je dat nog Duitser zeggen? Is die weer helemaal terug? Ja, ik zeg ja. Ja? Maar hij heeft... Ik denk dat hij niet zo snel nog sprint als dat hij toen op de Champs-Élysées deed. Maar ik denk dat hij wel weer een niveau heeft om heel veel ritten te kunnen gaan winnen. Dat zeker. Ja. Hoe weet je dat? Dat hij dan niet... Ja, als ik keek nu naar die Scheldeprijs wint hij... Ja, als hij een niveau had van, denk ik, op de Champs-Élysées had hij met 5 fietslengs gewonnen. Ja, ja. En nu won hij denk ik met een fietslengte net aan. Moet je dat dan al snel in een sprinter? Kevin is toen niet jong, was won hij ook heel veel. Dat is tegenwoordig ook geen vanzelfsprekendheid meer. Nee, hij is gewoon niet meer... Het komt niet meer zo overtuigend over als dat hij toen in zijn jongere jaren deed, zeg maar. Toen won hij met 3 fietslengtes verschil. En nu is het allemaal net aan of met half fietslengte of fietslengte net aan. En dat had ik nu ook al, maar ik denk dat hij wel... Hij is wel een renner die als hij weer zijn vorm krijgt, dat hij denk ik wel gaat vliegen, ja. Nieuwe naam. Even kijken. Dit is volgens mij Ilya Koschevoy. Een jonge klimmer van La Primerida. Wit-Rus, inderdaad. Ja. Wat verwacht jij van hem, Jury? Ja, een talentvolle klimmer. Was ook tweede in de rit die Bert-Jan Lindeman won in de Vuelta afgelopen jaar. Ja, goede klimmer. Geen wonder van te verwachten, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet zeggen, Lampre heeft niet echt in de bergen een absolute kopman. Renners als Premislav Niemec die een eind kan komen, maar niet gegarandeerd top 10 rijdt. Waardoor zo'n jongens Koschevoy, maar bijvoorbeeld ook Simone Petilli wel eens een vrije rol kunnen krijgen. Daan, deze ga jij even kijken wat deze klaar kan spelen. De volgende naam. Stefano Tutipazzi per Cobrelli. Pirazzi. Pirazzi. wat kan Pirazzi? Gaat hij weer voor de bergtrui? Ik denk dat hij wel een kans in maakt. Ik denk dat wij hem heel veel in beeld gaan zien. In dat sowieso. Niet alleen, ik denk vooral aanvallen. Dat, ik ben benieuwd hoeveel, misschien dat er een volger het wil turven, hoe vaak Renaat Schot... Tutopazzi per Pirazzi gaat zeggen tijdens de andere. En ultimo kilometro. Ja. Dat zal hij elke dag wel Gruppo compatto. Hoeveel heb je er nog? Nou, we doen nog eentje. Oké. Okay. Om het af te leren. Diego Ulissi. Die gaat een etappe winnen. Ja, nou ja, daar kun je wel een vergif op innemen eigenlijk. Ik denk het ook. Heeft al wel vaker... Ik geloof dat hij... Jij kunt dat checken. Jij zit achter de computer. 3 ritten in totaal. Heeft hij 2 of 3 inderdaad gewonnen. Heeft vorig jaar eentje... Nadeel voor hem is dat Valverde mee gaat doen. Ja. Waar hij bij zit, zal Valverde ook bij zitten. Vaak normaliter. Het zal een leuke tweestrijd worden, denk ik. Tussen die twee, want dat zijn toch wel echt hele rappe mannen. Ja. Mannen met een punch. Met een punch en na een zware koers, dat die de koers ook kunnen afmaken. Ja. Maar voor we de echte sprinters kwijt gaan spelen, hebben we natuurlijk eerst de 3 etappes in Nederland. Vrijdag de proloog in Apeldoorn. Zaterdag de etappe van Arnhem naar Nijmegen met in de finale nog eventjes Berg en Dal. Dat soort leuke klimmetjes daar in de buurt. En een dag later is het van Nijmegen naar Arnhem met in de finale de Postbank. En misschien dat daar Maarten Tjallinghi wel weg kan rijden. En voor het thuispubliek op, 1,5 kilometer van zijn huis, of niet eens, daar de finishstraat. En kan winnen. Dat zou natuurlijk mooi zijn in zijn laatste Giro. Tot slot, Jury, hoe ga jij de Giro volgen? Samen met Nick, volgens mij. Ik ga morgenochtend vroeg met Nick op pad. Gaan we sowieso naar Giant Alps zien morgen. En dan zullen we, ik denk de hele dag, een beetje in het perscentrum hangen. Want de persconferentie is alom morgen en ook donderdag. Donderdagmorgen is Lotto Jumbo. Ja. Vrijdag tijdrit. Zaterdag natuurlijk Arnhem-Nijmegen. Dag later Nijmegen-Arnhem. Het wordt lekker weer. Ja. Dus iedereen die, gaat, veel plezier. Geniet van het lekkere weer. Het schijnt te horen bij een grote ronde start in Nederland de laatste tijd. Ja. Dan wordt het warm. Ik heb het altijd meegemaakt in de stromende regen. In Assen. maar dat is een paar jaar geleden. Vorig jaar smolt je, zat ik daar achteraf, die renners op te wachten. Toen smolt ik zo wachten op een gegeven moment. Brian?
Hoe ga jij de Giro volgen? De vrijdag ga ik absoluut komen kijken. Vind ik het leuk met een paar jongens daar te komen kijken. En voor de rest ga ik hier en daar de wedstrijd op tv absoluut volgen. Ja, vind ik leuk om te zien. En dan Dumoulin het hardste aanmoedigen. Ik hoop dat hij vrijdag... Kruiswijk niet te vergeten natuurlijk. Ja, dan beginnen we met Tom en dan kan... Steven het overnemen. Overnemen in de tweede week. Ja, ik denk dat ik morgen eens op de postbank ga posten. Want het zou toch fantastisch zijn als ik op het gebied waar ik wel eens fiets... gewoon mijn held van verder tegen zou komen. Dat is toch iets waar ik nog wel 's nachts van wakker kan liggen, hoor. Ja, ik kijk naar de klok en ja, het is alweer 9 uur geweest. En dat betekent dat ze deze week Wielerflits Live er weer op zit. Dit was het voor vandaag. Helaas, aan alle goede dingen komt een eind. Ja, volgende week weer, gelukkig. Volgende week is Maxime er weer. Ja. Ik hoop dat hij ook een punt kan scoren. Ja. Nee, met lekker veel Giro. Ja, heel veel Giro nieuws, ja. Inderdaad. En natuurlijk een nieuwe gast. Ja. Nick, dankjewel. Graag gedaan. Stelling. Bedankt. Heb je een einduitslag? Ik ga eventjes een updaten. De stelling over de schijfremmen die in juni weer in het peloton te zien zijn. Zullen zijn. Nick. Zal... weinig veranderd zijn in de stelling. Nou, er is 1% bijgekomen voor het oneenskamp. Nou. 52 om 48. En weer heel verdeeld. Wat we niet verwachten van ons publiek. Ja. Maar toch wel weer zien. Nou, betere stellingen bedenken. Ja. Betere stellingen bedenken, inderdaad. Dankjewel, Nick. Graag gedaan. En, jij ook bedankt. Volgende week weer terug voor een nieuwe stelling. Jury, bedankt voor het winnen van de quiz. Ja. Deskundige commentaar. Ja. En Brian, heel veel succes in je verdere carrière, in je maatschappelijke carrière. En ja, het zal me niks verbazen als we je nog wel eens op de fiets zien. En de topcompetitie winnen. Kan altijd. Wie weet. Nou, volgende week is Maxine weer. Dankjewel voor het kijken.